Mijn naam is Kyla van der Starre, ik ben literatuurwetenschapper en recensent en ik ga jullie 3 tips geven om een leesclub te leiden. Tip 1. Om een gesprek over een boek te beginnen binnen een leesclub, kan het een goed idee zijn om eerst een rondje waarderingswoorden te doen. Het is daarbij de bedoeling dat iedereen 1 woord noemt waarin hun mening over het boek wordt samengevat. En het leuke is, als mensen geen 1 lettergrepige woorden mogen gebruiken, maar enkel woorden die uit meerdere lettergrepen bestaan. Dus niet goed of slecht of stom of leuk, maar juist prikkelend, fantastisch, kleurrijk, problematisch, kunstmatig, hilarisch, fabuleus. Dat soort woorden zijn we dan naar op zoek. Je zal merken als iedereen enkel 1 zo'n woord noemt, dat heel vaak daarna, na dat rondje, al meteen een gesprek begint over het boek. Wat bedoel jij met dat woord? Vertel eens wat meer over waarom jij dat woord hebt gekozen. Maar bijvoorbeeld ook, hey, die 2 woorden zijn eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar. Hoe kan dat? Met een waarderingsronde heb je meteen een discussie te pakken. Tip 2. Vraag aan de leesclubleden wat een eye-opener was tijdens het lezen. Dat is een hele brede vraag, want mensen kunnen van alles gaan vertellen over hun leeservaring. Maar het is ook heel specifiek over wat heeft jouw ogen doen openen als je kijkt naar de wereld, of als je kijkt naar de geschiedenis, of als je kijkt naar mensen of dieren, of wat dan ook. Specifiek door dit boek. Dat noemen we ook wel de eye-opener vraag. Tip 3. Mocht het zo zijn dat het gesprek heel erg stilvalt, het lijkt alsof iedereen uitgesproken is, of als het gesprek juist heel heftig wordt en er zijn verschillende meningen die tegenover elkaar komen te staan, bijvoorbeeld ook over maatschappijkritische onderwerpen, dan kan het helpen om de vertel-eens-truc uit te halen als leider van de leesclub. En deze truc die is afkomstig van Aidan Chambers. Hij heeft heel veel geschreven over hoe je het best in groepen kan praten over boeken. En hij zegt: heel vaak hebben we de neiging, als we een gesprek voeren over boeken, om waarom te vragen. Waarom zeg je dat? Of waarom denk jij dat? Of waarom heb je dat zo gelezen? En hij zegt, eigenlijk is het beter om altijd te zeggen, vertel eens. Dit kan je gebruiken als iemand een heel korte observatie doet. Dan kan je altijd zeggen, vertel eens. Maar je kan het ook doen als er verschillende meningen tegenover elkaar zijn komen te staan in de leesclub. En allebei die personen kan je dan vragen, vertel eens. En het grote voordeel daarvan is dat mensen niet gevraagd worden naar een reden. Ze hoeven dus ook niet in de verdediging te schieten. Maar ze worden uitgenodigd om meer woorden te gebruiken voor wat ze net hebben gezegd. En je zal zien dat vertel eens, deze truc, altijd helpt om het gesprek verder te helpen.